Welkom bij House Flipper, de game waar je huizen koopt, opknapt en vervolgens verkoopt. Hier ben ik heel toevallig de super mega expert in, want ik heb als kind veel te veel van die fucking kut SBS6 programma's gezien. Waar mensen een huis kopen, denken, oh, we gaan gauw wat dingen verbouwen, nieuwe keuken erin, we verkopen hem, we worden rijk. En dan blijkt altijd dat 80% van het huis bestaat uit asbest en de andere 20% is schimmel. Dat is ongeveer een beetje hoe die programma's werken. House flippen, zoals dat dus heet, geld verdienen door middel van huizen opknappen, is een stukje moeilijker dan je zou denken. Maar we gaan het in deze prachtige simulatiegame gewoon proberen. Ik wist trouwens niet dat deze game ook in het Nederlands was. Best wel een aangename verrassing. Welkom bij House Flipper. In dit spel kunt u huizen kopen, renoveren, inrichten en verkopen. Voor nu moet u echter tevreden zijn met deze Kate. Ik ken het woord Kate echt alleen maar in de context van een groep 16-jarige jongeren die dan samen een Kate hebben, wat gewoon een hele lelijke schuur is waar je bier kan drinken. En daar lijkt mijn huis ook best wel op. Dat u uw kantoor kunt noemen en de laptop die uw commandocentrum is. Helemaal fantastisch. Wat een puinhoop! Dat moet ik eerst opruimen. Opruimen in deze game is best wel snel in vergelijking met het echte leven. Wat wel fijn is, aangezien anders zijn we heel lang bezig met het opruimen van iemands huis. We zijn voornamelijk gewoon bezig met huizen inkomen en heel veel troep opruimen. Ik bedoel, kijk wat een teringzooi het hier is. Echt een prachtige teringzooi. We ruimen gewoon lekker. Oh, natuurlijk, de kettingzaag. Wie kent hem niet? Die hoort op het nachtkastje. Waar de fuck moet ik mijn kettingzaag neerleggen? Daar zo, daar hoort hij thuis. Even gauw dit bekertje pakken. Die hoort natuurlijk netjes zo daar bij het raam. Dit is kapot. Oh, 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 oh. Even kijken. Dat mag weg, dat mag weg, dat mag weg. Met de laptop kunt u banen vinden, huizen kopen en schakelen tussen deze. U kunt het nog niet veroorloven om een huis te kopen, maar het lijkt erop dat u al uw eerste e-mail binnen hebt. We zijn populair. Gebruik. E-mail, Sarah Leijzen, ex-vriendje, heeft mijn verwarming gestolen. Hallo, ik zou graag uw bedrijf inhuren om mijn huis op orde te krijgen. Ik weet uit foto's op FaceSpam, mooie combinatie van Instagram en Facebook, dat mijn ex-vriendje in mijn huis inbrak. Dat post je ook echt op social media. Net ingebroken bij mijn ex. Lol. Dat noemen we incriminerend bewijs, geloof ik. Dat gaat naar een rechter toe. En je hebt het waarschijnlijk gedaan. Wordt een hele korte rechtszaak. Een enorme puinhoop maakte en de radiator stal. Die jongen heeft zo'n koud hart, hij steelt gewoon de fucking verwarming. Het is mogelijk dat er iets anders ontbreekt. Maak alsjeblieft schoon in huis en vervang de ontbrekende apparaten. Moet je niet eerst de politie langs laten komen. Ik zou u willen vragen om de politie niet over de hele kwestie te informeren. Ik zal het zelf regelen met mijn ex-vriend na mijn terugkeer van een zakenreis. Vriendelijke groeten, Sarah Leijzen. Sarah, dit is een baantje voor mij. Ik ga even kijken wat je ex-vriendje precies met je huis heeft gedaan. Het zal allemaal wel meevallen, toch? U heeft de dweil ontvangen. Helemaal fantastisch. Oké, we gaan het huis even in. Vriendje, wat heb je gedaan? Oké, dit is toch wel officieel iets van een redelijk grote teringzooi. Ik heb de facecam eventjes naar links geschoven. Dan is het beeld wat beter opgeruimd. Ah, wat verschrikkelijk. Ik moet wel zeggen, deze gast weet hoe je ergens een teringzooi van maakt. Dit zou mijn vriendje kunnen zijn. Nu komt het nog veel leukere deel. We hebben redelijk de zooi opgeruimd. Er staat een percentage bij, geloof ik ook. Verwijder afval 81% in deze kamer. Daar is nog een doos. Daar zijn nog wat blikken bier. Daar houden agressieve vriendjes heel erg veel van. We hebben nu hoeveel procent van het afval? Volgens mij hebben we alles. Dan kunnen we nu gaan naar het betere schoonmaken. Kijk, dit is niet hoe bezems werken, toch? Bezems verplaatsen vuil. Je hebt dus ook iets genaamd een stoffer
en blik. En daar is het blik best wel belangrijk, want daar verzamel je zeg maar al het vuilnis in. Dit is niet hoe schoonmaken werkt. Oh, is je bed vies? Je hoeft niet te wassen. Nee, je kan gewoon een bezem eroverheen halen. Dat is niet hoe dat werkt. Maar ik vind het allemaal dikke vette prima zo. We hebben in ieder geval echt in no time al die bullshit opgeruimd. Schakel uw tablet in om te kiezen waaraan u uw nieuwe vaardigheidspunt aan wilt uitgeven die u zojuist hebt ontvangen. Het Nederlands in deze game is niet perfect, maar ze hadden vast niet heel veel budget. Dus ik ben al lang al blij dat het Nederlands is. We kunnen dus de tablet openen. Dan kunnen we kiezen tussen een beetje vuil zien op de minimap. Ik heb vernomen van mensen dat later in de game, als je hele grote huizen hebt, dan is het huis niet af, omdat er ergens nog één stukje vuil zit. En jij zit er van, waar dan? Waar is het smerig? Dus dat is best handig. We kunnen gaan voor de snelle handen. 25% sneller schoonmaken, maar het gaat al best wel snel. Of langere afstand, dan krijgen wij een goede bezem. En later krijgen wij de Ultra Hipper Mop 2018. Vooral 2018 deel, dat ik net weer een jaar te laat ben met deze game. Dat maakt het helemaal af. Laten we gaan voor de doordringende blik. Dat we vuil kunnen zien op de minimap. De toekomst is hier. Ik wil graag een klein, het is niet echt een feitje, alhoewel het is wel een soort van feitje, vertellen over mijn eigen dorp. Zoals je misschien weet, ik woon in Schagerbrug, beter bekend als the middle of nowhere. En hier opgroeien is geen enkel probleem, maar ik zeg wel al meteen, ik ga hier niet wonen. Ik ga niet de rest van mijn leven hier spenderen. Het is vooral irritant dat we hebben geen supermarkt, we hebben OV, er is een bus, die gaat 1 keer per uur, maar die gaat om 9 uur 's avonds voor het laatst. Vooral als je dus ja, geen auto hebt, is het echt verschrikkelijk. Als je dat wel hebt, is het al een stukje beter, maar het is nog steeds geen pretje, weet je wel. Moet ik trouwens even een nieuwe radiator kopen, want die is natuurlijk door het vriendje weggehaald. Dan gaan we naar de winkel. Hier kun je echt heel veel shit kopen. Maar we willen gewoon eventjes een radiator, denk ik. Ja, gewoon $44.60 nu kopen. Dan plakken wij die waarschijnlijk op de muur. Ja, en dan moeten wij die dus installeren. Wat eigenlijk gewoon inhoudt dat je overal moet klikken, geloof ik. Woep! En dan zo daar een boutje. En daar een boutje. Je kan nu praktisch gewoon zelf voor $44 je radiator aansluiten. Dit ziet er wel bekend uit. Ik heb wel eens een radiator gehad. Dit is wel een soort van hoe ik het me voorstel. We did it! De radiator staat. Jammer, vriendje. Waarom zou je dit stelen? Er staat letterlijk een televisie naast. Ik wil niet haten, maar de televisie lijkt mij persoonlijk een handiger ding om te stelen. Dan moeten ze ook een hoop dingen weer recht gaan zetten. Stoelen en dat soort dingen. Dat, ja, dat het niet lijkt alsof een of andere maniak om zich heen heeft zitten slaan. Gewoon even wat dingen weer netjes op tafel zetten. Die weer netjes op het fornuis. Fornuis aan. En we kunnen weer naar huis. Ik denk dat we best wel ver zijn met opruimen. Even die geurkaars weer recht zetten. Dan een bijbel naast. Hartstikke mooi. Fasie. Is deze kamer klaar? De voortgang is nog niet volledig, maar de vraag is dan een beetje, wat moeten we nog doen? Deze kamer ziet er ook gewoon best wel schoon uit. Misschien is deze bank een beetje... Nee, dat ziet er ook wel prima uit. Oké, nou dan is denk ik de voornaamste vraag, wat de fuck moet ik nog doen? Nou, daar is nogal wat vuil, zie ik, zo op de grond. Een beetje naast de pot gepist, kan gebeuren, kan gebeuren. De opdracht is voltooid. Klik op de sneltoets enter om weg te gaan. Je hebt 100% volbracht. Als je wilt mag je de opdracht afsluiten voor $785.39. Weet je zeker dat je de opdracht wilt voltooien. Voltooien. We did it. Gemene ex-boyfriend is no more. Dan gaan we als goed is terug naar onze rukhut. En dan gaan we meteen door naar de volgende opdracht. Wat ik dus wilde zeggen is, ik ga zelf niet in Schagerbrug wonen. Het is gewoon net iets te dorp. Ik wil liever wonen in Schagen, Alkmaar. Alles wat niet een dorp is met 2.000-3.000 inwoners. Nou is het probleem dus, iedereen van mijn leeftijd heeft die mening. Heel terecht. Dus er gaan geen jonge stelletjes wonen. Dus er worden geen kinderen geboren. Dus, super kut.
We hebben hier een basisschool, maar er zijn straks geen kinderen voor de basisschool, dus de basisschool moet dicht. We hebben een voetbalteam met E'tjes, F'tjes, D'tjes, die hebben geen spelers. Dit gaat gebeuren in heel veel plekken in Nederland. Jonge mensen, zoals jij en ik, willen niet in een kutdorp wonen. Dus kutdorpen bloeden leeg. Ik had daar gewoon nog nooit over nagedacht, totdat ik de lokale dorpskrant las. En daar hadden ze het erover, ja, daar wordt helemaal niemand geboren hier. Alhoewel, laatst in mijn vlog zag je dat op een van de huizen stond zo'n, we hebben een baby. Iemand had gereageerd van, oh Rick, feliciteer je buren even namens mij. We hebben nog een keer radiatoren. Ik zal je alleen betalen als ik volledig tevreden ben. En anders krijg je niks. De winter komt eraan. De winters zijn hard. En er zijn geen radiatoren in mijn huis. Monteer ze. Is goed, gast. Deze gast zegt, ik heb radiatoren nodig in mijn leven. Nou, is prima. Dan koop ik toch een radiator voor je. Ik bedoel, ik zou zelf ook niet meer radiator. Oké, moet even alle kamers zoeken dus die een radiator nodig hebben. Gevonden. Winkel, een radiator. Mijn bedrijf is voornamelijk schoonmaken en ja, nog voornamelijker de installatie van radiatoren. Gast, ik vind het helemaal best. Je zoekt het maar uit. In ieder geval voor alle andere mensen die ook in een klein kutdorp wonen, weet in ieder geval dat binnen no time jouw dorp of aan het uitsterven is, of ze gaan investeren in jongeren die kant op lokken. Volgende radiator, waarom ook niet? Afgelopen week was ik een documentaire aan het kijken op Netflix en ik vond het echt bizar. De documentaire heette Mind Games. En ze volgden een aantal mensen die een meesterlijk geheugen hebben. Allemaal mensen die daarover vertellen ook. En ze doen dus mee aan geheugenwedstrijden. Dat zijn wedstrijden waar je bijvoorbeeld 30 mensen krijgt te zien. Die allemaal zeggen, ik ben Rick, ik ben John, ik ben Harry. En vervolgens gaan ze weg. Half uur later komen ze terug. En dan weet jij nog, John, Rick, Harry, Barry, Bert. Dat soort dingen. Maar ze kunnen ook gewoon letterlijk binnen enkele seconden een reeks van 100 getallen onthouden. Echt bizar. En die mensen leggen dan een beetje uit wat hun techniek daarvoor is, hoe zij dat doen. Bijvoorbeeld getallen. Ze zeggen dan van oké, nou, ik pak bijvoorbeeld het getal 381, dat is in mijn gedachten een hond. En dan komt daar weer een 1 achter, en dat is dan een hoedje. En nog een 1, dan is het hoedje rood. En dan zien ze dus een keten van 5 getallen als een hondje met een rood hoedje. En dat kunnen ze meteen weer terugvertalen. En ze hebben een soort mind palace. Sherlock Holmes heeft dat ook altijd, zijn mind palace. Ik dacht dat dat verzonnen was. Maar dat is echt een ding. Die gasten kunnen zo bizar goed shit onthouden. Ik vond het erg interessant. Ik denk, hey, misschien moet ik ook mijn brein gaan trainen of zo. We missen nog een radiator, denk ik, ergens. Maar waar dan? Oh, er is een handdoekenradiator. We hebben zo'n ding in de badkamer. En ik wist oprecht niet dat het ook de verwarming is. Dat is echt slim, als de verwarming tegelijkertijd je handdoekenrek is. Een handdoekenradiator. Maar natuurlijk, echt de wetenschap, man. Sommige mensen hebben echt gewoon dingen bedacht waarvan ik denk, ja, slim. Oké, de handdoekenradiator hangen we ook even op. En dan zijn we soort van klaar met deze epische missie. Geef man radiator 2018 shit. Oké, dat erop en echt. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het doen ben. Ik klik gewoon op alle dingetjes en dan komt het vanzelf. Soort van goed. Oké, heb ik nu alle radiatoren? Nee, er is nog een apparaat dat hier gemonteerd moet worden. De wasmachine? Wat moet hier gebeuren dan? Oh, je moet eerst even dit eraf halen en dan kan er iets op. Iets van een, ik gok, gootsteen of zo, denk ik. Dat is wel een handige in de badkamer. Je kan ook je handen wassen in de wc, doen we niet moeilijk over. Maar ik heb wel het gevoel alsof we een gootsteen nodig hebben. Je kan wasbak kopen en hier monteren. Ah, een wasbak. Wie is er niet groot mee geworden? Monteerbare wasbak, yes. Verkocht, hang maar op. Hoe de fuck gaan we dit installeren? Oké. Het wordt zo technisch allemaal. Doe ik het goed momenteel? Is dit goed? Oh, oké. Eerst tegen de muur aanschuiven. Helemaal van binnenuit kijken of we moeten schroeven. Oké, dan moeten we die doen. En dan komt daar weer een schroefje op. Oké, helemaal top. Hier moet ook nog iets gebeuren. Dit is warm en koud water of zo. Ik heb echt geen idee wat we aan het doen zijn. Yes, dat aanschroeven. Het zegt alleen maar schroefjes aandraaien. Ik dacht dat deze game ging over geld verdienen en huizen inrichten. Niet het fucking installeren van wasbakken. Waarom zou je dit willen doen? Als je dit interessant vindt, neem dit gewoon als beroep. Je kan er best veel geld mee verdienen. Dit kostte mij 10 euro. Dit is gewoon oneerlijk. Oké, een die erop. En dan nog iets. Pot, verdikke me.
Nieuw skillpunt, wasbakkie gemonteerd. Oké, alle opdrachten zijn voltooid. We kunnen weer weg. Je hebt 100% verbracht. Je krijgt $813,44. Weet je zeker als je de opdracht wil voltooien? Voltooien! Donkere muren zijn zo deprimerend, zegt het menu. Nou, dat bepaal ik zelf wel. We kunnen ook meteen onze eigen plek inrichten. We kunnen gewoon even gauw wat posters kopen en dat soort dingen. Ik had vernomen dat het mogelijk is foto's op je computer in te scannen als schilderij en dan in de game te doen. Dus ik zat te denken om die hele lelijke oude middelbare schoolfoto's maar weer te recyclen. Gewoon ieder persoon dat ik in zijn huis kom en een foto ophang van 13-jarige Rick. Gewoon om ze te kutten. Dat is wel grappig als je bij vrienden thuis komt en dan gewoon telkens foto's uit hun fotolijstje steelt en je eigen foto's erop hangt. Ik zou wel de originele foto's bewaren. Die willen ze wel misschien terug. Ik wil gewoon niet van een halfnaakte vrouw of zo. Oh, halfnaakte kinderen, veel beter. Die hangen me boven de bed. Zo, hangt fantastisch. Laten we meteen even doorgaan naar de volgende klus. We hebben alweer 3 mailtjes liggen, joh. We kunnen voor Carola Smit de garage opruimen. Peter Poffermans. Peter is sowieso my guy. Mijn mooie vrouw is zwanger van ons eerste kind. We hebben ook net een nieuw huis met 3 slaapkamers. God, van dat wordt veel moeite. Gekocht. Dat wat reparaties en decoratie vereist. Oh yeah, foto's van naakte kinderen. We hebben geen vrije tijd om het huis schoon te maken en te renoveren. Dus we hebben je hulp nodig. Kun je alsjeblieft het huis schoonmaken en een kinderkamer opzetten? Compleet met wieg, commode en misschien wat speelgoed. We weten dat we een meisje zullen hebben. Dus kun je alsjeblieft de kamer lichtroze schilderen? Heel erg bedankt, Peter Poffermans. Binnenkort, papa Peter. Mijn hart smelt. Ik ga je huis echt helemaal in de tering helpen. Doe me echt niet moeilijk over. Hartelijk gefeliciteerd. U heeft een nieuw gereedschap ontgrendeld. Vanaf nu kunt u muren met een verfroller schilderen. Het enige wat u hoeft te doen is de tablet gebruiken om verf te kopen. Oké, zullen de muren van de babykamer zwart maken? Aan de andere kant hebben we gauw geld nodig, want dan kunnen we zelf huizen kopen, fixen, verkopen. Je weet wel, het doel van de game. Laten we beginnen met het allermakkelijkste deel. Deze gigantische pauper teringzooi opruimen. Doe normaal, Peter. Je krijgt binnenkort een kind. Ik snap dat je mij hebt ingeschakeld, maar je kan wel zelf iets doen. Het ziet er gewoon uit alsof ik ruim het op, ik ga weg en de volgende dag scheid je gewoon de hele woonkamer weer onder. Ik bedoel, hier is het kind verwekt en dat zijn geen gezonde omstandigheden, Peter. Ik heb trouwens nog een leuk feitje over de rookleeftijd in Hawaii. In Nederland is natuurlijk een paar jaar geleden de rook- en alcoholleeftijd van 16 naar 18 gegaan. Weet je wat ze in Hawaii aan het doen zijn? Ze proberen de leeftijd voor roken te verhogen naar 100 jaar. Als je gewoon die wet kan verlengen, net zoals je in Nederland kan zeggen, oh nee, je moet zo oud zijn om te roken. Kun je gewoon zeggen, ja, je moet minimaal 100 zijn om te roken. Om op die manier het volk te beschermen tegen de gemene sigaretten. Nou, de tabaksindustrie, die best wel veel geld hebben, die zijn best wel een rechtszaak aan het aanspannen van, hey, dit is slecht voor ons bedrijf. Hierdoor verliezen wij veel geld, wat in principe waar is. Er is ook heel veel gezeik over de shit met die pakjes. Met, ja, we willen plaatjes van dode kinderen op de sigarettenpakjes. Zeggen de bedrijven, ja, u verpest onze marketing, wat ook waar is. Ik snap best wel dat de tabaksindustrie, het is best wel kut als je daarvoor werkt in marketing. Je bent gewoon bezig met ziektes aan mensen verkopen, wat in principe niet een heel fijn ding is, maar je wil ook gewoon geld voor je vrouw en kinderen. Ik zou zeggen, neem ontslag, ga ergens anders werken, maar er gaat sowieso iemand werken en jij bent zo goed in je werk, dus ja, ik snap ook alweer dat je daar, dat je gewoon heel graag een baan wil, oké? In Hawaii zijn ze dus aan het kijken of ze de rookleeftijd naar 100 kunnen verhogen. Heb je nog een reden om gezond oud te worden? Ben je 100 en dan kun je jezelf wel doodroken. Dan boeit het land het ook niet meer, weet je wel. Je wil niet te veel oude mensen hebben in een land. Dat gaat ook gewoon verkeerd. Als je 100 bent, dan moet je ook gewoon roken van de staat. Om een beetje dat verlies van de tabaksindustrie weer een beetje terug te draaien. Maak schoon is 83% in deze kamer. Dit is de babykamer, zo te zien. Dus die moeten we ook eventjes helemaal gaan pimpen. Oké, laten we even de verf kopen dan. Oh, wacht, ik zit daar nog wat vuil. Het is even schaam, een beetje zo bij de radiator. Natuurlijk bij de radiator. We hebben ook best wel wat upgrade punten.
Misschien moeten we daar even naar gaan kijken. Vooral bij de bezem. We hebben geen bezem upgrades. Oké, okay, we hebben een upgrade voor onderhandelen. Optie tot prijsonderhandelingen. 2% van de vereisten van de opdracht. Oh, dan hoef je net iets minder te doen voordat je het gehaald hebt, zeker. 10% extra betaling. Laten we dat gewoon lekker doen. Prima. En dan hebben we nog 2 skills bij klusjesman. Sneller monteren, sneller pleisteren, sneller behangen en tegelen. Sneller monteren en sneller tegelen en behangen. Ik doe ook maar wat, joh. Waar vinden wij de verf? Ah, laten we gaan voor een lichtroze. Een prima kleurtje, een prima prijsje. Gooi even gauw die emmer neer. Daar hebben we waarschijnlijk ergens, hoop ik, de kwast. Yes. Oh, de verfroller, nog beter. Oké, okay. In de emmer dopen en dan... Oké, en dan weer eventjes in de emmer dopen waarschijnlijk. En dan... Oh, dit gaat de rest van ons leven duren, vrees ik. Dit is hartstikke jammer. Gelukkig heb ik nog een hoop bullshit om over te praten. Maar we moeten waarschijnlijk een flink aantal huizen opknappen. Voordat we eenmaal kunnen beginnen met de rest van de game. Het daadwerkelijk kopen en opknappen van huizen. Extra kamers, muren eruit slaan. Dat soort troep. Dus ik wil een klein beetje doorpakken met dat rookbeleid van Hawaii, wat ik best wel interessant vond. In Nederland hebben we nu een beetje iets soortgelijks, waar je een bepaalde regel een klein beetje misbruikt. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar in Nederland mag je dus in principe drugs gebruiken. Dat is een regel die we hebben, dat is fijn. Stel, je bent lekker heroïne aan het doen met je vrienden en een van je vrienden heeft te veel genomen, heeft een overdosis. In sommige landen bel je dan niet een ambulance, want dan komt de politie en dan word je opgepakt voor drugsgebruik. Dat kunnen we niet hebben. Dus in Nederland zeggen we, hey, je mag drugs gebruiken, je mag het alleen niet hebben. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus je kan in principe naar een agent toe lopen en zeggen, yo gast, ik ben knettertje high. Zolang je het maar niet bij je hebt, is er in principe geen probleem. Maar er zijn ook bepaalde zones, dat mag per gemeente bepaald worden, waar drugsgebruik verboden is. Bijvoorbeeld naast een basisschool. Vind ik best wel logisch dat je daar geen heroïne mag gebruiken en niet een hele dikke joint mag roken. In Amsterdam zie je best vaak borden met dit is een verboden te blowen zone. En dat is hartstikke prima. Alleen de gemeente mag dus zelf bepalen welke gebieden verboden te blowen zijn. Dus wat sommige gemeentes nu doen, is gewoon zeggen, ja, gewoon overal is verboden te blowen. Wij mogen dat aangeven. Dus het is nu op het punt dat in heel de provincie Zeeland is drugsgebruik verboden. Behalve bij jou thuis. Zeg maar, dat is je eigen privéterrein. Daar mag je gewoon lekker doen wat je wil. Wetten gelden nog steeds, maar die regels van de gemeente niet. Moet nou helemaal die fucking kut kast weghalen om te gaan verven. Wat een strontleven heb ik zeg. Jeetje. Je kan wel meerdere muurtjes doen zonder te dippen. Dat is fijn. Oké, het wordt nu wel minder zeker of niet? Ja, oké, je moet de verfroller er weer even in proppen. Nee, oké, ik ga even gauw dit muurtje verven. Ik ben zo bij je terug, schat. Oh, kut. Ik heb de verkeerde kleur gebruikt. Ik zie nu in één keer rechts. Ik denk, hoeveel procent van de kamer heb ik gedaan? Er staat verf met kleur zacht roze. Ik weet niet met welke kleur ik heb geverfd. Ik vind het best wel een zachte kleur roze. Maar het is niet zacht genoeg. Dit is licht roze. Godverdomme. Zacht roze. Fantastisch. Fucking leven. Ik ga ook sowieso die verfroller de hele tijd per ongeluk weer in licht roze steken. Dan denk je, waarom is die muur 2 kleuren? Oh man, ik haat mijn fucking kutleven. Dit is echt... Het is praktisch dezelfde kleur roze. Wat ga je zeiken dan? Oh, kut. Mijn fucking verf is op. Verdomme, ik koop wel nog een pot zacht roze. Denk maar niet dat die potten ga opruimen. Dat zoek je echt zelf maar uit. Dus nu we het toch een beetje hadden over die Nederlandse drugswetten. Nu we het toch hebben over Nederlandse wetten die iets wat recent vooral een ding zijn geworden. Het appverbod. Er is momenteel redelijk veel verwarring door het appverbod. Aangezien sommige mensen door appverbod denken dat voornamelijk WhatsAppen op de fiets verboden is. Wat in principe hartstikke logisch is. Het is voornamelijk mensen die op hun mobiel hele halve boeken aan het tikken zijn. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk gevaarlijk zijn in het verkeer. Want ze letten niet heel erg op. Als jij op je mobiel in je hand hebt. Desnoods aan het telefoneren ben. In een vorm dat je aan het luisteren bent. Of gewoon even op Spotify op volgende nummer drukt. Ben je in principe niet zo'n heel groot gevaar in het verkeer. Maar dat is dus wel strafbaar. Het vasthouden van je mobiel, dat is strafbaar, of je hem nou gebruikt of niet. Wat in principe ja, niet echt meer te maken heeft met veiligheid, maar gewoon een beetje met mensen naaien. Sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om hun mobiel vast te houden, omdat ze geen broekzakken hebben. Ik kijk naar jullie, dames. Oeh,
Verf twee muren tegelijk. Wat een epische upgrade. We hebben nu waarschijnlijk gewoon een bredere verfrodder dan ofzo. We hebben momenteel een klein beetje een probleem. Namelijk, voor mijn gevoel heb ik alle muren gedaan. Maar volgens het level heb ik 69% van alle muren gedaan. Dit is kut. Is er nog een... Oh, wacht. Je hebt hier natuurlijk nog wat dingetjes. Maar dat gaat niet heel veel procent zijn. Toch? Even een paar van die kleine streepjes. Je kan al deze losse vakjes ook nog verven. Ik vond het er al lelijk uitzien, maar dit is, ja, lelijk voor mij gewoon. Deze game is oprecht heel saai. Ik ben gewoon daadwerkelijk een heel groot deel van dit fucking stinkhuis aan het verven met die fucking stinkzachtroze stinkverf. Dit is oprecht gewoon niet chill. Mocht er daar twijfel over zijn, dit is gewoon niet chill. Weet je, nu ik zo bezig ben, bedenk ik mij twee dingen. Ten eerste, wat snapt een kind van hoe de muren geverfd zijn? Het is een fucking pasgeboren baby. Denk je dat hij denkt van, oh, de muren zijn wel blauw, maar ik ben wel een meisje. Wat is hier aan de hand? Moet ik maar weer doodgaan? Boeit het kinderen überhaupt welke kleur de babykamer is? Ten tweede vind ik het erg seksistisch, vooral heel stereotype, dat je de kamer roze verft, want het is een meisje. Misschien is deze gast toch een iets minder goede vader. Ik zal gewoon wat verf door al zijn eten heen mengen in de hoop dat hij sterft. Oké, laten we even gaan een wiegje gaan plaatsen dan. Ik gok dat de game totaal niet begrijpt wanneer een wieg wel of niet goed geplaatst zijn. Dus we kopen gewoon een wieg en die zetten we ergens neer. Laten we hem lekker lichtbruin doen. De heerlijke... Dan valt het minder op als er overal kinderdiarree ligt, precies. En er moet een boekenkast in. Een boekenkast? Ik moet je al vertellen, Peter. Kinderen kunnen niet lezen. Nog niet in ieder geval. Ik snap dat je zo'n vader bent die gaat pushen dat ze in groep 2 al Harry Potter boeken kan lezen. Er staat plaatsobject boekenkast call. Boekenkast wat? Ik zoek boekenkast. Boekenkast call. Oh, hij staat er gewoon. Ik dacht dat call een half woord was. Echt zo'n trendy IKEA kreng. Oké, we doen hem in het zwart. De kleur van mijn ziel. Dan kunnen we hem lekker draaien met de middle mouse button. Oké, zolang hij maar ergens kan staan. Ik heb ze het liefst tegen de muur aan. Redelijk goed. Oké, wat hebben we nog meer? Kast met commode. Je moet gewoon doen wat Peter zegt, joh. Gewoon kast met commode. Kijk eens aan. Oh, die. Natuurlijk. Zo, zwart. We maken die meid nu gewoon al een gothic. Ik heb het bepaald. Het thema is zwart met roze. Om toch nog een beetje die gender roles te doorbreken. Plaats object twee keer poef. Oké, ik neem aan dat je twee poeven wilt. Of is er een object dat heet twee keer poef? Twee keer poef. Nee, dat bestaat niet. Oké, doe dan maar gewoon een poef. Ik vind het wel tof dat er zoveel verschillende soorten objecten in deze game zijn. Laten we de poef ook gewoon weer een compleet andere kleur maken. Om ervoor te zorgen dat deze kamer één grote kotsbal wordt qua kleuren. Oké, de kamer is bijna klaar. We moeten alleen nog de ramen lappen, geloof ik. Hoe doen we dat dan precies? Oeh, wat een gameplay. Kijk, het is dat ik een YouTuber ben en ik maak video's. Dus dan is dit soort games zijn hartstikke leuk voor video's. Er zijn vast een hoop mensen die dit geinig vinden en zeggen... Bro, maak hier een serie van. Word die schoonmaak, man. Voor een serie is het hartstikke leuk. Maar dit is niet een game waarvan ik denk... Oh, dit ga ik echt in mijn vrije tijd spelen. Alhoewel, bijvoorbeeld Billy vindt het echt heel leuk om in de Sims huizen te ontwerpen. En later in de game kun je echt gewoon een beetje huizen ontwerpen, kamers toevoegen. Dus als je heel erg houdt van huizen ontwerpen, is dat wel leuk. Maar de hele story mode van... Ja, Peter's kinderkamer opknappen. Who the fuck cares? Het duurt gewoon heel lang, Peter. Ik snap dat een kind baren voor je vrouw moeite is, maar... dit ook. Oké, 90% maak schoon. Oh, wacht, er was nog wat vuil, geloof ik, op een van de vensterbanken, geloof ik. Gewoon daar ergens. Ik heb trouwens geüpgraded. We hebben nu een langere bezem, inderdaad. We hebben betere reach. We hebben 96% schoongemaakt. Ik heb echt geen idee wat het probleem is momenteel. Speedrun! Ik word daadwerkelijk best wel goed in kansloze dingen zoals ramen lappen. Oh, ik heb een klein randje gemist daar. Ik geloof dat ze waarschijnlijk zeggen dat het schoon is als je 95% hebt of zo. Nog even gaan een klein deel van die hoekjes meegraaien. Kijk eens aan. Hartstikke prachtig. Nu ik toch zo aan het zeiken was op dat appverbod. Wat ik vooral een beetje irritant vind. Ik denk dat mensen vooral gewoon moeten begrijpen wanneer kan het wel of niet. Als jij centrum Amsterdam fietst en je bent op je mobiel WhatsApp berichten aan het tikken. Dat is gewoon daadwerkelijk gevaarlijk.
Als ik op de fiets zit naar Schagen toe, want ja, ik heb hier geen treinstation en de bus rijdt nooit. Dan is het grotendeels één afzonderlijk fietspad waar ik bijna nooit tegenliggers heb en daar check ik overal op. Ik kan echt wel op mijn mobiel, als ik wil, een WhatsApp berichtje sturen. Het onhandige is dat je dan meestal ook wel half onbewust 1/3 van je normale fietssnelheid gaat. Ik kan best wel zelf inschatten wanneer het wel of niet gevaarlijk is en op basis daarvan wel of niet op mijn mobiel kijken. En als je als politieagent langskomt en zegt, hey, deze gast zit nu op zijn mobiel, op dit moment is het gevaarlijk, tuurlijk geef me dan een boete. Maar geef me geen boete omdat ik mijn telefoon vast heb. Hetzelfde is dus met je mobiel in de auto. Blijkbaar mag je gewoon op je mobiel zitten als je maar in een houder zit. Je kan gewoon WhatsApp berichten lezen als je maar in een houder zit. Ik zou dit verre van aanraden. In een auto is het toch wel een heel stukje gevaarlijker. Maar in principe kan je er niet voor gestraft worden. Er is een man die zijn mobiel bediende. Een beetje tik, tik, tik. Toen kreeg hij een boete. Maar toen zei hij, nee, hij zit in een houder. Ik heb hem niet vast. Is geen bedienen. Toen zeiden ze, ja, oké, fair enough. Dus ja, het is natuurlijk gewoon meer hoe die regels precies werken. Of je wel of niet die bekeuring krijgt. Het begint potverdikkeme avond te worden. Je ziet geloof ik die voortgangbalk met een streepje erin. Dus ik gok dat we nu in totaal iets van 95% van het huis hebben schoongemaakt. Dat we gewoon op enter kunnen drukken. Je hebt 93% voltooid. Je kan de opdracht voltooien voor... holy shit, $6,000. Opdracht is niet volledig voltooid. Weet je zeker dat je de opdracht wil voltooien? Ja, het is wel goed zo. Weet je, dat andere deel ga je zelf maar opruimen, Peter. Je kan royaal de tering krijgen, jij. Ik ga lekker door naar mijn volgende klus. In plaats van die laatste 7% troep opruimen. Oké. Okay. Deze persoon wil sowieso dat we gaan behangen. Daar krijg je wel veel geld voor. Bonjour, ik wil dat mijn huis er wat kunstiger uitziet. Ik kan wel wat lelijke troep op je muur hangen. Kun je alsjeblieft een paar van de muren in de woonkamer amarant schilderen? Oh, dat is een kleur. Is amarant een kleur? De overgebleven muren zou ik graag in prachtig grijs geverfd willen zien. Prachtige kleur, wat een keuze. Oh, ik was het bijna vergeten. Kun je alsjeblieft het kapotte stopcontact vervangen? Merci. Sure. Kunnen we weer wat nieuws leren? Hoe fix je stopcontacten? Wel een leuk huisje wat je hier hebt. Nog 70% te gaan voor het voltooien. Oké, okay, je hoeft dus maar 70% te voltooien. Heb je nou op die mat gekotst of is dat design? Oh, dat is design. Oké. Okay. Verf met de kleuren avontuurlijk amarant en grijs. Wat moet wat zijn? Ah, daar is het stopcontact. Oké, okay, nee, die is wel stuk. Ik ga het tegen je zeggen, die is stuk. Die moet je eventjes vervangen. Ik weet niet wat de fuck je daar hebt te doen, maar dat is niet best hoor. Waar moet ik op klikken dan? Oh, dan moeten er nog wat schroefjes uit. Ja, oké. Okay. Gaat goed. Dan halen we die eruit. Yes. Oké, okay, dit ziet er al iets meer uit als een stopcontact. Dan moeten we deze dingen gaan leggen. Ik geloof dat de bruine is de aarde. Is de ander dan de plus en de min? Maar het is wisselstroom, dus heb je dan echt een plus en een min? Ik heb in ieder geval voor mijn gevoel het stopcontact aangesloten. Schroefje erin. En er was stroom. Ik ben best wel blij dat we elektriciëns hebben die elektriciteit regelen. Dat je niet zelf al je stopcontacten moet aansluiten. Ik moet in één keer denken aan die stopcontactenvrouw. Kennen jullie die? Dat was zo'n verbouwprogramma. Dat schreef je hele keuken een makeover zonder dat jij het weet. Dus die vrouw die heeft echt de meest mooie keuken ooit. Gewoon gekregen van de RTL mensen. En zij zei, waar zijn mijn stopcontacten? Ik heb heel veel stopcontacten. Ze werd helemaal gek. Ze was er helemaal niet mee bezig met hoe blij ze met die keuken was. Dat is gewoon helemaal mijn stopcontacten. En dan zetten we de extra stopcontacten in. Het komt goed. Nee, het kwam niet goed. Zat er stopcontacten niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat avontuurlijk amarant een hele andere kleur was dan dit. Wat is het eigenlijk? Een soort van rood, soort van roze, soort van paars. Als ik het zou moeten omschrijven in één woord, dan zou ik zeggen amarant. Als ik twee woorden had, zou ik gaan voor avontuurlijk amarant. Ik dacht zelf bij amarant een beetje aan een soort donker groen. Misschien omdat amarant een beetje lijkt op emerald. En emeralds zijn groen. Ik weet dit van Pokémon Emerald en Minecraft. En dat is wel een interessant dingetje, dat kleuren vertalen is vaak nog best wel een uitdaging. Kijk, dat rood in het Engels red is, dat is nog best wel duidelijk. Maar hoe wij een bepaalde kleur vinden is best wel subjectief. We kunnen best wel een discussie hebben over op welke kleur lijkt het meest. Is het meer paars? Is het meer rood? Is het meer roze? Dat is best wel subjectief. Dus als je aan mensen vraagt van, hey, hoe heet deze kleur in jouw taal? Dan zit er ook een deel interpretatie in.
En daardoor is het dus heel moeilijk om dingen zoals amarant en zo precies een Nederlands woord te geven. En dan heb je ook van die kleurencodes, wat ze op computers vaak gebruiken, iets van hekje F00146. Als je echt zeker wil weten dat je de kleur krijgt die je wil in een andere taal, zou ik gewoon de computercodes gebruiken, denk ik. Die zijn wel het meest betrouwbaar. Ik heb geen idee welk deel van de keuken nou precies grijs moet. Ik verf alles maar gewoon amarant en je zoekt het maar gewoon uit. Ik heb het level bijna genoeg gehaald om mijn geld te krijgen en dan ga ik gewoon weg in ieder geval. Dat was in ieder geval mijn gameplan. Wat je voor de rest met je leven doet, moet je lekker zelf uitvogelen. Het zal mij allemaal een hele dikke worst wezen. Voor de rest wil ik nog een klein beetje terugkomen op het appverbod. Meer dat ik het woord appen, eerlijk gezegd, kut, maar amarant is weer op. Erg irritant vindt. Het is zo onhandig, het woord appen. Want WhatsApp, ik snap dat WhatsApp eindigt op app. Alleen heel veel mensen noemen WhatsAppen, noemen ze een appje sturen. Of appen. Maar een app is ook gewoon een algemene application. Applicatie op je mobiel, waardoor de hele term best wel verwarrend is. Wij hebben niet echt een woord voor iemand een berichtje sturen buiten berichtje sturen. In het Engels heb je gewoon texting, wat in principe echt een heel handig woord is. Ik wou eigenlijk voorstellen om in de Nederlandse taal teksten op te nemen als een woord. Het klinkt heel leem, het klinkt alsof de Vlamingen het al gebruiken. Oh, ik zal hem even teksten. Maar het is wel gewoon duidelijker dan, oh, ik zal hem even appen. Alhoewel iedereen begrijpt wat je bedoelt, dus. Alsnog is het een onfortuinlijk woord. Het is allemaal de schuld van WhatsApp. Ze hadden gewoon een app een hele andere naam moeten geven. Dan hadden we dit gezeik niet. Nou, het ziet er al een soort van prachtig avontuurlijk amarant uit. Ik moet zeggen, je huis ziet er wel artsy uit nu. Je wou nog daadwerkelijk wat kunst. Ik ga gewoon oprecht een paar hele rare foto's ophangen. Gewoon voor de prank. Misschien vergoeden ze dat, aangezien de vorige keer was ik best wel wat geld kwijt voor al die verf. En toen kreeg ik superveel geld voor de klus. We krijgen momenteel 703 voor deze klus. Dat is niet veel. It ain't much. Ik ga niet eens zeggen, but it's honest work. Het is gewoon, it ain't much. Het is gewoon niet veel. Je wil gewoon snel geld verdienen, want dan kunnen we beginnen met onze eigen huizen doen. In plaats van klusjes opknappen voor stelletje getikte Fransozen. Ik heb deze shit voor 99% geverfd. Oh, hier zit hij. De laatste streep hier met dat avontuurlijke amarant. Ik hoop nu wel dat de meesten van jullie geen idee hadden wat de fuck amarant is. Anders sta ik weer zo voor lul. Ik vind het wel leuk dat je halverwege de klus gewoon kan stoppen en alsnog betaald kan worden. Volgens mij kan je gewoon alle dingen in het huis gewoon compleet verplaatsen. En maakt dat voor de rest niet heel erg uit voor je scoren. Dat is wel heel leuk gewoon. Ik heb een plant in je bed gezet. Zoek het maar uit. Ik heb echt geen idee. Waar nou precies dat stopcontact zit hier? Ik heb daar een stopcontact gespot. Ik heb geprobeerd wat ruimte vrij te maken, maar dat is hem blijkbaar niet. Laten we nog even iets van versieringen kopen. En voor de rest kan die vrouw helemaal de amarantatering krijgen. Eens even kijken. Elektrische apparatuur. Een plafondventilator. Die dingen zijn duur, man. Ik hoop maar dat ze daarvoor terugbetaalt. Japanse koelkast. Een computermuis. Kleine koelkast met glazen deur. Echt zo'n hele oude computer. Alhoewel, hij is echt mokerduur. Laat maar zitten. Waarschijnlijk is hij niet heel oud. Laten we teruggaan en naar de decoraties. Ik wil zo graag gewoon een foto van mezelf ophangen in dat huis. Lijkt me zo leuk en ik weet dat het een optie is. De vraag is alleen eventjes, hoe dan? Schilderij aanraking. Oh, dat is goed genoeg. Het is niet wat ik wilde, maar het is wel wat je krijgt. Hey, ik ben helemaal klaar met deze taak. $925. Hartstikke idee, we gaan gewoon weer naar huis. Wat ik voor de rest net zag, was super creepy. Even kijken, bij kopers. Later kun je dus je huis verkopen aan de Johnson-familie. Je favoriete Aziat, Chang Choi. Dolan Trusk, wat misschien een Donald Trump-referentie is, maar zijn naam leidt er ook niet heel erg op. Maar dan heb je ook een dude genaamd Lone Wolf, 37. Wie de fuck is dat? Ik heb geen idee, maar ik kan je aanraden om afstand te nemen. Heel veel afstand. Super goed nieuws. Ik heb gevonden waar ik mijn eigen foto's kan toevoegen. Je moet gaan naar de camera. Lijkt misschien een klein beetje onlogisch, maar deze tablet werkt als een echte tablet. Vanaf hier kan je naar de fotogalerij, net als op je mobiel. En je kan dus ook foto's maken die inlijsten in de game. Gewoon foto's van je lelijke eigen huis in mensen mooie huis. Dan ga je hier naar foto toevoegen. En dan word je gewoon gekoppeld aan alle foto's
op je computer. Weet je wat? Ik kan de thumbnail doen van deze video. Die heb ik namelijk al klaar liggen. Ik kan de thumbnail van de video plaatsen in de video. En dat dan weer als thumbnail doen. Het wordt een zeer raar droste effect. Oké, we kunnen nog even gaan een foto toevoegen. Als ik niet te lang bezig ben met navigeren. Geloof me, al die foto's van mezelf op de middelbare school. Die heb ik echt op hele speciale, makkelijk te vinden plekjes op mijn computer staan. Kijk eens aan, laten we gaan voor Rick uit de brug. Wat een prachtige jongen. Je moet wel iedere keer erheen navigeren. Dit is wel mokerveel moeite, maar dan heb je ook wat. Oké, we hebben in ieder geval wat toffe foto's. Nu kan ik hopelijk meteen vanaf daar, als we naar de winkel gaan en dan naar decoraties. Waar staat die? Hoe werkt dit vanaf dit punt? Ik zie hem hier nog niet staan namelijk. We hebben wel de foto. Goed begin, half werk. Ah, je moet erop klikken en dan kun je zeggen maak een schilderij. Dan kun je de proporties ook nog een klein beetje aanpassen. Nu kopen. Kijk eens aan. Holy shit. Dat is fucking duur. Dat is 3000 euro bijna. Dat is echt al ons geld voor de thumbnail in de video. Misschien is dat een klein beetje te veel van het goede. We kunnen even kijken of deze misschien iets goedkoper is. Je kan hem ook gewoon kleiner maken op die manier. Wordt het gewoon een heel klein, schattig, leuk schilderijtje. Gewoon net even een leuk formaatje voor boven je bed. Dit is fantastisch. Dit is letterlijk fantastisch. Ik wil echt heel graag nu een nieuwe klus. En het enige wat ik ga doen is foto's van mezelf in je huis hangen. Tony wilde wat muren eruit gaan knallen. En Tom de Vries wil juist extra muren. Extra muren klinkt moeilijker. Dus we gaan even wat muren eruit knallen. Mijn heer of mijn vrouw. Hele nette aanhef. Een beetje ervan uitgaan dat ik een heer ben. Omdat ik een sloper ben. Tuurlijk ben ik een heer. Sommige sectoren zijn van, er moeten meer vrouwen in. We gaan allemaal wetten invoeren. In de bouw, boeien. In de bouw is prima dat 98% man is. Want dat is werk wat vrouwen niet willen doen. Wat ik heel goed kan begrijpen. Dat een goed betaalde universiteitsbaan wil je wel, snap ik. Onlangs zijn grote kamers populair geworden. Ik kan meedoen met de hype. Wat wordt bewezen door het feit dat mijn buurman en de buurman van mijn buurman verschillende muren in hun huis hebben gesloopt. Ik zou ook graag meerdere muren ook echt, hebben gewoon één grote woonkamer, laten slopen in mijn huis. De muren tussen de woonkamer en de keuken en de gang lijken niet nodig. Bovendien schilderde de buurman aan de overkant van de straat de muren in haar slaapkamer met een heldere blauwe luchtkleur. En ik zou ook graag hetzelfde hebben. Ik geloof dat zo'n professioneel bedrijf zonder veel moeite met mijn verzoek zal omgaan. Beste wensen, Tony de Grijze. Tony, ik kan je één ding vertellen. Als mijn bedrijf één ding is, is het wel fucking professioneel. Dus daarom zou ik je graag gewoon, we moeten even kijken dat we niet het lijstje van mij hangen op een van de muren die we gaan slopen. Tony, waar slaap je? Waar slaap je, Tony? Zeg het me. Als je hiermee niet heerlijk zal slapen, weet ik het ook niet meer. Het is een foto van mij in een geldpak en er zijn explosies en dames. Maar natuurlijk, Tony doen we echt totaal niet moeilijk over. De rest van je huis, ja, dat is echt niet mijn probleem. Ik gok dat we een nieuwe tool hebben waarmee we wanden kunnen slopen. Slopen, yes. Wat moest er ook alweer uit? Modificeer de muren. Ik geloof tussen de keuken en de woonkamer was het toch? De woonkamer is hier. De keuken is... Oké, hier zo. Dus dan wil je deze muur eruit hebben, toch? Hoe doe ik dat? Ja! Ja! Het blijkt het gewoon compleet de verkeerde muur te zijn. Sorry Tony. Dit soort dingen gebeuren soms gewoon in de sector. Dan moet je mij niet inhuren hoor. Ik ben nou eenmaal een professional. En professionals maken de professionele fouten. Met de techniek van mijn slaan is niks mis. Alleen de plek waar ik sla, ja, dat is dan gewoon net even onfortuinlijk. Nee, er staat wel modificeerde muren. 2 van de 34. Maar eerst zei de game nog dat ik 16 muren moest modificeren. Dus ik sla wel gewoon al Tony's muren eruit. Hele huis stort in elkaar. Wat hij dan gaat doen, dan mag Tony
helemaal zelf bepalen. Over muren eruit slaan gesproken. Ik heb een leuk verhaaltje wat gaat over huizen en agressiviteit. Wat in principe niet te maken heeft met het eruit slaan van muren. Er was een meisje en die had een goede vriendin. En die goede vriendin had een nieuw huis. En die vriendin zei van, hey, kom langs, kom een nieuwe plekje checken. Dat gebeurt wel eens bij vrienden. Alleen die chick was nog aan het werk. Dus ze zei van, weet je wat, ik ben op het werk. Maar de sleutel ligt onder de plantenpot. Kom gewoon alvast even binnen. Ga alvast even lekker Netflix kijken, weet je wel. Je weet hoe die dingen gaan. Dus die chick die gaat naar dat huis toe. Vindt de sleutel onder de pot. Gaat er binnen. Smeert een lekker boterhammetje. En op een gegeven moment komt er een man binnen. En zij denkt meteen, holy shit. Een inbreker. Dus zij begint te zeggen van, ga weg, ik bel de politie. En ze rent gauw de wc in en sluit zich daarop. En die man is boos, schreeuwen, nee, ik bel de politie. En toen op een gegeven moment, naar wat geschreeuw heen en weer, bleek dus dat ze niet in het huis was van haar vriendin. Maar in het huis van de buurman, die ook de sleutels onder een plantenpot bewaarde. Moraal van het verhaal is, denk ik, iedereen bewaart sleutels onder de plantenpot. Ik vond het wel een heel goed verhaal dat je in iemand anders huis bent en dan zegt dat je de politie gaat bellen. De hoeveelheden verwarring waren vast interessant. Is dit al goed genoeg? Hoeveel moet ik dit kapot slaan voordat ik verder mag met mijn leven? Ik heb oprecht geen enkel idee op dit punt, maar het komt wel goed, denk ik. Nu gok ik dat ook deze muur eruit mag. Hij telt hem in ieder geval mee voor de hoeveelheid afgebroken muren. Er stond een open keuken. Nou, als we de buitenmuur eruit slaan, heb je helemaal een open keuken, Tony. Helemaal prachtig. Na dat verhaal van net over dat meisje die per ongeluk soort van had ingebroken bij de buurman van haar vriendin, had ik nog een heel mooi verhaal. Er was een gast en die was ook net nieuw in een buurt, nieuwe buren. En die gast die besloot op één avond heel erg high te worden. En toen opeens begonnen zijn buren met hem te praten. Nou is het wel een ding dat als je hartstikke stoned bent, dat je geen zin hebt om interactie te hebben met mensen die je nog niet kent. Want je gaat sowieso een slechte indruk achterlaten. Dus zijn plan was, ik doe gewoon alsof ik Frans ben. Niet Frans Bauer, maar een Fransoos ben. De Franse taal tot mij neem. Dan kunnen zij waarschijnlijk geen Frans. En dan hoef ik niet met ze te praten. En dat werkte best wel goed. Gewoon een Français, het ging niet weg. En op een gegeven moment heeft hij echt gewoon zijn Frans verbeterd. Echt maandenlang de leugen geleefd. Totdat een van zijn buren naar hem toe kwam. Super enthousiast van, hey, supergoed nieuws. Een vriend van mij die nu bij me is, die is ook Frans. Dan kunnen jullie samen praten. Alsof dat leuk is. Want dan ben je in dezelfde hoek van, ben je homoseksueel? Want toevallig, ik ken ook iemand die homoseksueel is. Misschien moeten jullie een keer daten. Alsof homoseksueel zijn dusdanig zeldzaam is dat je gekoppeld moet worden om überhaupt nog een partner te vinden. Het is niet alsof Grindr bestaat. Tony, wat vind je er zelf nou eigenlijk van? Ik vind dat ik echt wel gewoon iets van service heb geleverd. We moeten gewoon die muren eruit blijven slaan. Wil je ook nog de route naar de wc vrij hebben of na? What the fuck moet ik nog doen? Moet dit er nog uit? Ik heb echt geen idee wat de game op dit punt van me wil, zeg maar. Ah joh, sla dit er ook gewoon meteen even uit. Waarom ook niet? Tony gaat thuiskomen en iets wat teleurgesteld zijn in mijn bedrijf, vrees ik. Yes! Alle muren zijn eruit. Ik vind het gewoon wel goed zo. De rest moet je maar gewoon een beetje met je handen leeg trekken. Oké, dan moet ik nog even één kamer doen. Ik geloof de slaapkamer, toch? Ja, niet deze slaapkamer. Gelukkig. Daar willen we geen verf zien. Deze moet met dromerig blauw geschilderd worden. In ieder geval tot zo'n acceptabel niveau dat ik door mag naar de volgende taak. Ik koop denk ik maar gewoon meteen. Oh, dat stond echt meteen al bij meerdere kopen. Aangezien ik iedere keer oploop tegen het feit dat ik gewoon te weinig verf heb. We kopen er gewoon meteen even 3. Vind ik een redelijk schappelijke hoeveelheid. Gaan we naar onze upgrades. We hebben geloof ik ook nog een verf upgrade. Namelijk verven. Sneller, 3 muren tegelijk. Je zal geen verf verspillen op een reeds geverfde muur. Dat is wel weer voor de kosten. Maar ja, zo duur is die verf nou ook weer niet. Laten we gaan voor 25% sneller. Want dat muren tegelijk werkt meestal niet zo goed als gehoopt. Hey, we gaan even lekker alles dromerig blauw verven. Heerlijk. Ik droom er zelf ook gewoon al lekker bij weg. Dit is gewoon genieten eigenlijk. Als je nog interesse hebt in een verhaaltje van Rickert, je favoriete behangman, heb ik nog wel een leuk verhaaltje over Brian,
de bonobo. Dit is een aapje, een bonobo. En die had redelijk wat psychologische problemen. Hij was heel erg bang. Hij deed ook aan een soort zelfbeschadiging. Waar hij zat helemaal onder de wonden. Het was gewoon een heel nerveus diertje. En ja, hij had gewoon heel erg moeite met integreren in de groep. Hij was het liefst gewoon helemaal alleen. En zat dan alleen maar te piekeren. Dus op een gegeven moment hebben ze gewoon daadwerkelijk een aantal psychiaters aan die aap toegeschreven. Van, hey, kunnen jullie even kijken wat er met hem aan de hand is? En op een gegeven moment hebben ze die aap dus antidepressiva voorgeschreven. En een soort therapie gegeven. Langzamerhand proberen te integreren in de groep. En dit werkte als een trein. Op een gegeven moment kreeg hij daadwerkelijk wat meer contact in de groep. En het leek beter met hem te gaan. En op een gegeven moment toen zelfs de grote alfa mannetje van de groep, want zo werkt dat heel erg met bonobo's, overleed, heeft Brian uiteindelijk die rol vervuld. Op een gegeven moment zijn ze gestopt met de antidepressiva. Omdat bleek dat hij de medicijnen die hij kreeg deelde met de andere apen. Hij werd gewoon letterlijk een drugsdealer. Dan heb ik het idee dat heel veel mensen denken dat, antidepressiva, daar voel je gelukkiger door. Dus, als ik me al gelukkig voel en ik neem antidepressiva, voel ik me dan nog gelukkiger. Ik geloof dat het niet helemaal zo werkt. Antidepressiva zijn heel raar in hoe ze werken. Dat voor de ene persoon is het echt gewoon fantastisch en is het een gigantische verbetering, terwijl voor de andere persoon is het echt gewoon een hel. Het is echt heel raar hoe die medicijnen zo verschillend werken voor iedereen, omdat ze passen iets aan in je brein en ieder brein is gewoon net weer een klein beetje anders. En wat een heel groot deel van deze middelen doen is een stuk minder leuk dan dat het gewoon klinkt. Oh, je gaat je beter voelen. Heel veel van die middelen zorgen er niet zozeer voor dat je je blijer gaat voelen. Ze zorgen er meer voor dat je gewoon niets voelt, is wat vaak beschreven wordt. Je voelt gewoon geen enkele emotie meer en dan voel je ook niet rot. Je wordt gewoon een soort hele rare emotieloze robot. Dus in principe, als je ooit een of andere half aap, half mens tegenkomt die ze antidepressiva met je wil delen, ik zou het toch gewoon lekker laten aan de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Maar ik vond het wel cool dat ze tussen aanhalingstekens een aap hebben genezen, als dat de juiste term is, of in ieder geval geholpen hebben met ze meer anxiety, zoals ze dat in het Engels dan noemen, gedachten. Best cool dat ze Brian hebben geholpen daarmee. Ik vond het best wel een cool onderzoek. Bijna net zo cool als dat ik deze hele slaapkamer ondertussen heerlijk dromerig blauw heb gemaakt. Echt zo'n stomme, competitieve buurman. Oh, mijn buurman heeft ook dromerig blauw. Ik wil ook. Gast, heb gewoon seks met je buurman. Dan kun je gewoon van zijn slaapkamer genieten. Waarom doe je zo moeilijk? Oké dan, dat is helemaal klaar. We krijgen fucking veel geld. Weet je zeker heel veel tooien? Oh ja. Ik gok dat iedere keer als je nieuwe technieken leert, dat je dan meer geld krijgt ofzo. We hebben ondertussen 34.000 op het saldo staan. Ik heb geen idee of de omzetting naar euro en dollar, of ze daar nog rekening mee houden. Want ze denken, nou, ze liggen zo dicht bij elkaar. We vervangen gewoon het exacte bedrag met dollars. Geen idee. Of met euro's. Laten we even kijken of we nog leuke mailtjes hebben staan momenteel. Studentenhuis op te ruimen. Oeh, dit wordt smerig. Goedemorgen, ik hoop dat je me kunt helpen. Ik ben met pensioen en niet in de beste gezondheid. Kijk, die is al een tijdje aan het studeren. Ik bezit momenteel een appartement dat ik al jaren verhuur aan studenten. Dit jaar verhuurde ik helaas aan een groepje slechte studenten, wat niet de beste beslissing bleek te zijn. Ze betaalden niet op tijd, dus ging ik dingen bekijken. Toen ik de deur opende, had ik bijna een hartaanval. Het hele huis was een varkensstal. Overal lag afval, drankflessen en modder. Het is echt een varkensstal. En ze lagen op de grond te drinken. Toen ik met hen sprak, vertelden ze me grof weg te gaan. Ik heb ze uiteindelijk uitgezet, maar de rommel is er nog steeds. Sommige meubels en radiatoren ontbreken. Stop met radiatoren stelen. Niet oké. Kun je alsjeblieft mijn huis opruimen en het geschikt maken voor nieuwe huurders, zodat ik deze rommel achter me kan laten? Hoogachtend, Niek de Bruin. Niek, dat gaan we voor jou keihard regelen. Ik vind het oprecht heel erg spannend. Wat gaan we zien? Ik hoop dat er kakkerlakken zijn. Bij de opties kan je namelijk zelfs kakkerlakken uitzetten. Of tenminste vervangen met glasscherven. Op een gegeven moment krijg je huizen die zo smerig zijn dat er overal kakkerlakken lopen. Maar voor mensen die niet zo lekker gaan op insecten kun je die dus ook uitzetten. Maar ik heb de kakkerlakken gewoon volledig aanstaan. Dat boeit mij allemaal vrij weinig. Oh, ik zie hier wat. Oh, je moet al die flessen los oppakken. Dat maakt het wel even een heel flink klusje. Ik zie hier meteen al gewoon de jackpot. Een gestolen radiator.
Let's go, boys. We knallen er gewoon meteen even lekker een nieuwe op. Verder moet ik er in de video toch iets over zeggen. Vandaag is de finale van het WK vrouwenvoetbal. En de Leeuwinnen staan in de finale. Ten eerste, fucking cool dat ze in de finale staan. Statistisch gezien heb ik het gevoel alsof Amerika misschien gaat winnen. Als ze dit jaar namelijk winnen, het Amerikaanse vrouwenteam, hebben ze de helft van alle WK's gewonnen. En tot nu toe in ieder WK vrouwenvoetbal, de eerste was geloof ik in 91 in China, zijn ze in de top 4 beland. Oftewel, ze hebben een redelijk sterk team. Maar ja, bij voetbal is het ook alweer, spelers worden ouder, gaan weg. Dus meestal zegt het vrij weinig. Van ja, Nederlands elftal stond in de finale. En het jaar later kwalificeren we opeens weer niet, weet je wel. Dus het zegt ook allemaal vrij weinig. Ik geloof dat het Amerikaanse team tot nu toe in ieder geval wel bewezen heeft dat ze redelijk goed kunnen voetballen. Ik heb de wedstrijd gezien tegen, wat was het ook alweer? Zweden. Ik moet zeggen, ik wil niet vrouwenvoetbal gaan afzeiken. Dat doet iedereen al, maar je ziet wel duidelijk dat het net iets minder goed is. Vooral bij het Nederlands elftal zag je dan gewoon, ik weet ook niks van voetbal, maar het kleine veur die mij opvalt, dat sommige aanvalsacties gewoon zijn van hey, er staat daar iemand volledig vrij, of dat je gewoon een paasje doet naar een andere speler, dat hij dan mist. Dat je denkt van ja, dat zijn wel dingen waar je misschien mee om met. Nou, dat is ongeveer het enige negatieve dat ik erover wil zeggen. Voor de rest gewoon één groot positiviteitskanon. Wat voor de rest wel cool is, is een aantal dingen die ik heb gelezen over voetbal. Wist je dat als je een goal scoort vanuit een uitgooi, ja, wel die dingen op de zijlijn, dat de goal dan niet telt? Dat is best wel cool. Als je de bal in het doel van de tegenstander gooit, direct vanuit een uitgooi, zonder dat hij wordt aangeraakt, dan krijgt de tegenstander een doeltrap. En als je hem in je eigen doel gooit, is dat überhaupt ooit gebeurd? Een uitgooi hebben dan in je eigen doel smijt. Dat is echt wel heel erg balen als dat gebeurt. Als dat gebeurt in ieder geval, het kan gebeuren, je weet maar nooit, dan krijgt de tegenstander een corner. Dit zijn de belangrijke voetbalregels. Het is vooral dat bij vrouwen, het is echt de voetbalgrap cliché toch, dat vrouwen niet weten hoe buitenspel werkt. Ik moet wel echt zeggen, als je niet weet hoe buitenspel werkt, dan snap je wel echt heel weinig van voetbal. Ik geloof dat er ondertussen wel een hele discussie is in de voetbalcommunity om buitenspel gewoon af te schaffen. Uiteindelijk is het idee van buitenspel natuurlijk dat je niet gewoon bij het doel gaat staan vanaf de hele andere kant van het veld een paas krijgt en hem er in één keer in knalt, waardoor de verdediging dus heel erg achter moet. Oh, het staat hier ook. Als u een persoon bent met katsaridafobie, angst voor kakkerlakken, dan kunt u in het algemene spel opties kakkerlakken vangen in stukjes glas. Kom maar door met die kakkerlakken. Oh, dit is echt een puinhoop. Dit vind ik dan wel weer leuk, dat je echt gewoon in dit soort levels, holy shit. Nee, ik had geen katarakatakifobie, maar ik krijg het langzamerhand wel. Die zuigen me gewoon op in de stofzuiger, joh. Helemaal prima. Ik had dus laatst dat ik 3 weken lang alleen thuis was. Je hebt het kakkerlakkennest vernietigd. Top. Dat ik 3 weken alleen thuis was. En ik, wat ik vooral moeilijk vind als ik voor mezelf moet zorgen is een beetje management met bijvoorbeeld eten. Dat je gewoon moet regelen dat je iedere dag eten hebt. Maar dan eet ik opeens weer 3 dagen bij vrienden of toch in één keer die pizza uit over. En dan bederft gewoon een hoop eten. Het is gewoon moeilijk om in je eentje te eten als je verse dingen wil koken en zo. Want het gaat gewoon snel over datum. Dus ik had kip shawarma gekocht. Echt gewoon los de kip. De kip shawarma, de pita, de hele pretpakket. Was echt fucking veel geld kwijt. Maar ik denk, daar kunnen we een heleboel broodjes kip shawarma van maken. Ik had uiteindelijk maar eentje gegeten en toen was die kip al 3 dagen open. Ik denk, ja, ik ga niet mijn gezondheid riskeren voor een broodje kip shawarma. Dat gaan we gewoon net te ver. Dus ik had die shawarma in de grijze bak gedumpt. Ik kom 2 dagen later terug en het is letterlijk gewoon 1 groot moeras aan maden. Het bubbelt helemaal. Echt bizar hoe snel maden dingen kunnen verteren. Het was echt gewoon, ze werden gewoon 1 grote oranje vanwege de shawarma kruiden. 1 grote oranje nattige drap. Ik had wel respect voor die maden. Ik vind dat best wel cool. Ik had ook ooit een keer wat suikerigs. Dat was na de Koningsdag video die ik had gemaakt op mijn kanaal. Ik had toen donuts gegeten. Speciale oranje donuts. We hadden nog eentje over. Die lag in de doos met Koningsdag spullen die niet verkocht waren. Ik kom 2 dagen later, kom ik bij die doos. En ik kijk naar die donut en die was gewoon helemaal zwart. Helemaal. Allemaal mieren. Gewoon allemaal mieren. Dat ik denk, hoe de fuck komen al die mieren opeens in mijn schuur? Wie zegt, jongens, supergoed nieuws. Ik heb een donut gevonden. Geen idee hoe dat precies werkt. Oké, dan gaan we switchen naar het handje. Dan kunnen we die stoel eventjes daarheen verplaatsen. Kunnen we er even bij, want het is weer tijd voor alweer een nieuwe radiator.
Kom op. Ik snap dat dit een simulator game is en die horen voor mijn gevoel op een bepaald niveau iets wat realistisch te zijn. Ik vind de hoeveelheid gestolen radiatoren net niet realistisch. Ik ga het toch maar gewoon eventjes zeggen. Nou, voor de rest vind ik deze kamer eigenlijk al best wel netjes. Ik kan hem meteen even verven. Ik kan voor de volgende studenten even een foto van Rick van Serpent Gameplay achterlaten, maar behalve dat. Ik denk dat we in principe al redelijk snel genoeg hebben opgeruimd. Je moet vooral even die Oeh, een nieuw kakkerlakkennest. Ik vind het denk ik vooral een leuke game om af en toe een beetje te spelen op stream. Ik weet niet of het echt wat leuks is voor YouTube. Alhoewel, je kan het wel zo gek maken als je wil. Misschien kan je radio's toevoegen in de game. En dan je eigen muziek afspelen. Dat ik ieder huis een foto van mezelf achterlaat. En een oneindig loopende poep in de soep, weet je wel. Ik moet even kijken. Laat eerst gewoon even kijken of jullie deze video iets wat leuk vinden. Het chillen aan dit soort games is wel, je kan gewoon lekker verhaaltjes vertellen. En wat ik gewoon nodig heb op YouTube is gameplay die fijn is om naar te kijken. Terwijl ik een verhaal vertel. Uiteindelijk is de gameplay, naar mijn mening, grotendeels een beetje afleiding. Het liefst een beetje interessante afleiding van de dingen die ik vertel. Oké, laten we even gauw de stofzuiger gaan pakken. Ik had toevallig afgelopen week me een beetje verdiept in een soort van religie. Die vinden dat al het leven is kwetsbaar. Dus die zouden bijvoorbeeld... Het zijn een soort hele extreme boeddhistische monniken. Die doen bijvoorbeeld ook niet aan het doodmaken van... Is het nu weg? Ah, het is weg. Oké. Die doen bijvoorbeeld... Ah, nee, het is nog niet weg. Kut. Misschien moet ik even eens die... Even deze weghalen. Ja, dat helpt wel een klein beetje. Oh, die kan in het algemeen gaan weg. Oké. Stofzuiger. Maar die doen bijvoorbeeld daadwerkelijk niet aan het pijn doen van... muggen bijvoorbeeld. Het is ook wel interessant hoe wij sommige dieren gewoon doodmaken. Ja, die moeten gewoon dood. Gewoon ongedierd. En bij andere dieren zeggen we, nee, sorry. Je kan niet zeggen, ja, er was een of andere kat van de buur in mijn tuin. Dacht, what the fuck? Dat heb ik hem maar vermoord. Wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Volgens, ja, ze heb ik dat in ieder geval zelf meerdere keren mogen vernemen. Uiteindelijk is het doodmaken van een mug in zo'n religie niet net zo erg als het doodmaken van een mens. Er is wel een soort van orde van het doodmaken van zo'n dier is erger. Maar het komt erop neer dat zelfs voordat wij al wisten van bepaalde microben, zeg maar micro-organismen, was het idee al dat als het geregend was, mocht je niet naar buiten. Want in dat water zouden dan allemaal kleine diertjes zitten en die zou je dan misschien dood kunnen maken. Uiteindelijk is het niet heel handig om op die manier je leven te leiden, maar het is wel erg respectvol. Dat dan weer wel. Nou, hoeveel procent hebben we opgeruimd? Monteer apparaten. Shit, ik ben een radiator vergeten ergens. Zo is het leven. Dat kan gewoon gebeuren. Oh, daar helemaal... Ik zie echt voor me hoe de vier studenten die hier nu wonen iedere dag vol trots kijken naar die radiator van 40 euro die ze gestolen hebben. Jongens, ik hoop zo erg dat jullie gelukkig zijn. Ik hoop het zo erg voor jullie. Ja, knopje omhoog. Hartstikke tof. Ik heb vooral ook nog een heleboel ramen om te wassen, maar dit is denk ik voornamelijk even het allerbelangrijkst. Ai, wat is dat voor lijpe poster. Deze hele kamer heeft een net iets te harde, keiharde punk vibe. Ik vind dat zelf wel cool, maar ik weet niet of de huiseigenaar dat leuk vindt. Ik zou graag even de toestemming willen vragen. Doe ik gewoon zelf even om de hele kamer wit. Nou, laten we zelfs voor roze gaan. Wat dacht je van vies roze? Dat is mijn soort roze, sowieso. Pak even de verfroller erbij. Rollen we even eens gauw over die graffiti heen. Ik heb geen idee of de huisbaas dit wil. Maar ik denk dat hij het sowieso wel wil. Ik bedoel, we hebben de graffiti weggehaald. Krijg je daar nog punten voor ofzo? Of is dat, was dat gewoon sowieso al toen die jongens hier kwamen? Ik ga er even vanuit dat jongens waren. Die maken toch net iets vaker een gigantische tering. Sorry, maak het nog even gaaf. Wat dacht je van? Een heel groot schilderij... Van deze gozer. Oh, dat is niet de juiste hoek. We kunnen wel voor de iets wat punky vibes ondersteboven hangen. Doen we niet moeilijk over. Kijk eens aan. Oh, dat is een rete smerig toilet. Ik dacht, weet je wat? Laat ik eventjes gauw een klein beetje dat huis opruimen. Dan maken we deze klus af. Ik hoop dat we hier een beetje veel geld voor krijgen. Want het was verdomme veel moeite. En dan beëindig ik de XL gameplay. Maar het is best wel veel moeite om deze plek schoon te krijgen. Er zijn zo fucking veel kamers. En in iedere kamer mist die fucking radiator. Het is echt gewoon een meme.
Het is echt gewoon een meme hoe fucking veel radiatoren er missen in deze game. Het is prachtig. Even een vraagje. Hoe vind jij ondertussen dat het eruit ziet? Ik moet iets van een kamer gemist hebben, want we hebben de doelstelling nog steeds niet gehaald. Ik vind het allemaal best wel gewoon spik en span. Als mijn kamer er zo uit zou zien, zou mijn moeder nooit meer boos op me worden. Ah, daar hebben we in ieder geval iets gemist. Waarschijnlijk hier nog een kamer. En waarschijnlijk mist daar ook... Tuurlijk mist daar radiator! We zijn zo fucking dichtbij op daadwerkelijk dit huis halen. We kunnen hier weer een fucking gootsteen gaan installeren. Dat kost ook gewoon weer geld. Maar ik gok dat al die installatiekosten sowieso vergoed worden. Normaal gesproken, als je een factuur stuurt voor het fixen van iets, dan neem je meestal de kosten van materialen wel een soort van mee, toch? Ik denk dat we genoeg punten hebben om het level nu te voltooien. Ik ben een klein beetje voorzichtig, want het is ook zo balen als ik het net niet gehaald heb. Laten we gewoon nog even een klein beetje de muren lappen, aangezien daar groeit allemaal redelijk interessante zwarte schimmel. Dan moet je geen schoonmaker op afsturen, maar een bioloog. Daar valt nog een Nobelprijs voor te winnen voor deze epische schimmels, maar... Ik denk dat we een soort van goed zitten. Ik wil gewoon naar huis, man. We kunnen er even gauw een puntje doen. Even een upgrade puntje in de betere bezem. Dan krijgen we de Ultra Hipper Mop 2018. Kijk eens aan. Dit is wel een handig krengetje, of niet? Oh, dat is wel echt een heerlijk apparaat. Dit maakt het schoonmaken wel echt gewoon zoveel malen makkelijker. Het is gewoon één tikje van de muis en hoppakee, bang! En het vuil is weg. Oké, we hebben het sowieso gehaald. Ik peren met mijn 3000 eurotjes. Misschien moet ik toch maar een keer gaan kijken of ik zelf wat leuks wil kopen. Of gewoon mijn eigen kleine kate vol wil hangen met foto's van mezelf. Misschien nog wat leuke fanart, semi-hentai. Ik zou zeggen, stuur wat in en ik verwerk het in deze game. Doen we niet moeilijk over. Ik zou jullie graag allemaal hartelijk willen bedanken voor het kijken van deze aflevering. We kunnen wat dingen kopen zo te zien, wat tof. Voor de volgende aflevering of stream, misschien iets, gaan we zeer zeker zelf wat kopen. Misschien kopen we afgebrand huis of verlaten huis. Dat zijn ongeveer de dingen die we kunnen betalen. Gaan we die fixen, die verkopen. Oeh, er zijn zelfs dingen met straling. Fucking vet. Ik wil zeker nog een beetje verder met dit spel. Het is best wel lachen. En er is ook nog een DLC genaamd Garden Flipper, waar je precies hetzelfde doet, maar dan voor tuinen. Laat eens maar even weten of dit lachen was. Zie ik je binnenkort weer lekker terug bij je nieuwe XXL gameplay. Tot dan. Doei!